Wat ik echt heel vaak toepas, is het principe kies je gevechten. En nou, dat woord gevecht is natuurlijk niet zo leuk, maar wat ik daarmee bedoel, is dat je dus op een bepaald moment, als je dus ja, de neiging hebt om je ergens druk over te gaan maken, of om in discussie te gaan, of om er nog meer tijd en energie aan te besteden, dat je dan jezelf afvraagt, is dit het wel echt waard? Is dit echt wel nodig? Gaat er ook echt iets veranderen, misschien bij de andere persoon? Dus je weegt af of je er nog meer tijd en energie en drukte in je hoofd aan wil besteden. Dat is gewoon ja, super handig, omdat je kan je niet overal druk om maken. Dat kost je gewoon veel te veel energie en dat is gewoon jammer. Je hebt al zoveel belangrijkere dingen om je druk over te maken of om wat van te vinden of waar je je gewoon mee bezig moet houden. En soms ja, is het dus gewoon verstandiger om toe te passen. Het is wat het is. Ik kies mijn gevechten. En hier ga ik me gewoon niet zo druk om maken. En we gaan gewoon door met het leven.